Hallo iedereen en welkom bij deze live pack opening. En ja, mijn stem is dus steeds naar de kloten, dus daar moeten we heel eventjes mee werken voor de komende 4 minuten. Maar ik wil dus nog gewoon een kleine video gaan uitbrengen, zodat we alsnog wat interactie krijgen met jullie. En dan kan ik een kleine update geven over carnaval en al die zaken. In ieder geval, we gaan een paar pakjes openen, want natuurlijk, ik heb niet miljoenen coins. Want ik ben niet gesponsord door een coinsponsor, want ik vind dat een beetje, dat is een beetje tegen mijn principes in. Want ik vind dat de prijzen op die coinsites echt super hoog zijn. Ik bedoel, je dokt 13,50 euro of zo voor 100k coins. Dat vind ik echt veel te veel, dus daarom ben ik niet bereid om daarvoor te adverteren. Want ik vind dat persoonlijk veel te hoog. Maar ik moet eens kijken, maar binnen de kostkeren zal ik niet coins gaan adverteren. Krijgen we als eerste pakje, krijgen we toch wel Joe Coulson, 85 algemeen. Ik weet eigenlijk niet of hij nog voor iets gaat, maar in ieder geval, we zetten hem gewoon de transfer list en dan zien we het dan wel verder. Want het is wel een klein probleempje, mijn stem is dus echt gewoon helemaal naar de kloten. En het probleem daarmee is dat ik morgen een Engels examen heb. Ik heb een Cambridge examen, wat eigenlijk gewoon een hoog niveau Engels is. En zo'n hoog niveau Engels is echt super handig, want als je dat hebt, dan word je heel snel aangenomen op internationale studies. Maar het enige probleem is dus dat ik dus met zo'n shack stem zit, alsof ik echt veel te veel dingen heb gerookt. Dus dat is niet heel erg ideaal, dus dat zal morgen denk ik nog wel rare, zal ik denk nog rare gezichten krijgen. In ieder geval, ik ben dus heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat, maar als je nou zelf wel bijvoorbeeld Xbox Live wil hebben, je wil PSN kaart halen of bijvoorbeeld gewoon Xbox Points, dan kan je wel naar de link in de beschrijving gaan, want daar haal ik altijd mijn Xbox Live Points of mijn PSN. Dat is een best wel goedkope site, je kan ook via PayPal bestellen en je krijgt de code binnen 5 seconden. Het is g2a.com en ik doe dit echt niet omdat ik word geadverteerd aan die mensen, ook al klinkt dat misschien heel controversieel. Maar nee, ik word niet geadverteerd aan die mensen, dat is gewoon serieus de site die ik altijd gebruik. Want daar is veel goedkoper, bijvoorbeeld je betaalt voor 2200 Microsoft Points, betaal je daar iets van 32 euro. En dan betaal je daar in Nederland, betaal je dus van 50 euro voor ons. Ik vind het wel een stuk goedkoper. En dan kan je rond nog kijken, dus dan kan je nogmaals naar de link in de beschrijving als je bijvoorbeeld PSN wil. Dus als je rond, aangezien ja, de PlayStation 4 kost nu ook geld voor online, wat in tegenstrijdig was met de PlayStation 3. Want dat was natuurlijk gewoon gratis, maar bij de PlayStation 4 moet je ook betalen. Dus als je daarvoor zoekt voor codes bijvoorbeeld voor relatief goedkope prijzen, dan ga je de link in de beschrijving, dan kan je vanaf daar verder kijken. Maar ik had nog een vraag voor jullie, terwijl mijn derde pakje ondertussen aan het openen zijn. En dat is, zouden jullie het leuk vinden als ik een keer gewoon een vlogkanaal start? En nee, geen vlogkanaal dat dan mijn gamingkanaal over gaat nemen, terwijl we IBAN wil krijgen. Die natuurlijk super overpowered is, maar hij is niet heel veel geld waard. Maar natuurlijk, het gaat niet mijn gamingkanaal overnemen, maar zo nu en dan een keertje in de week of zo ga ik een rant uploaden. Of gewoon een of ander onderwerp wat ik wel interessant vind om over te praten voor een paar minuten. En dan ga ik dan natuurlijk een paar leuke twists aan geven. Want ik ga natuurlijk niet zo heel saai van zo'n camera staan van 5 minuten en heel saai om van die dingen zeggen die niemand interesseert. Dan ga ik natuurlijk ook gewoon een paar leuke dingen eraan toevoegen. Dus dat ik vind op zich wel een leuk concept. Dus als jullie willen dat ik een vlogkanaal start gewoon voor de lol, dan kan je dat eventjes gewoon zeggen in de beschrijving. En ik zal het ook nooit een andere keer ter sprake brengen, dus maak je daar maar niet druk om. Dus je kan er ook nog een nachtje over slapen als dat moet. We gaan nog 2 pakjes openen en daarna heb ik het weer voor gezien, aangezien het echt niet goed voor mijn stem is. En waarschijnlijk zal mijn stem ook een paar keer overslaan in deze pack-opening. Dus dat is een klein beetje onhandig. Natuurlijk is vanavond ook Champions League. Het is Ajax, of Ajax, het is Arsenal tegen Bayern München. En dat is echt gewoon een super wedstrijd, terwijl je te rapt krijgt. Ik weet eigenlijk niet of te rapt voor veel gaat, want hij is nu natuurlijk Brentford. Maar natuurlijk, het is Arsenal tegen Bayern en dat is echt een super wedstrijd. Ook al heeft Arsenal de vorige wedstrijd natuurlijk verloren en ik denk dat ze deze wedstrijd ook gaan verliezen, heb ik toch nog gewoon het vertrouwen erin dat ze er nog een wedstrijd van kunnen maken. Natuurlijk doet Arsenal nu super goed. Ze staan niet meer eerst in de Premier League, maar ze hebben wel een super seizoen gehad. Ook al hebben ze een paar mindere wedstrijden gehad, onder andere nogal de blamage van dit seizoen. Maar alsnog ben ik gewoon heel erg benieuwd naar hoe vanavond zal worden. Wat denken jullie dat de score wordt? Zet eventueel maar in de comments, dan ben ik heel benieuwd naar wat jullie allemaal denken dat het gaat worden. Dan gaan we nu het laatste pakje openen. Messi op de voorkant. Messi gaat ons geluk brengen. Ga jij ons FC Barcelona geluk brengen? Ook al heeft Barcelona momenteel niet echt heel veel geluk in de Liga BBVA. En de beste speler is Marquinhos, dus daar schieten we heel weinig mee op. Er zijn niet eens een rare speler. Het is wel een team fitness, dus die kan ik altijd verkopen voor 1000 coins of 500 coins. En natuurlijk wat contracten. De contracten zijn super handig. Oh, en we krijgen de Anchor chemistry star. Die gaat volgens mij ook al voor iets. Dus dat is allemaal best wel prima. Ik zet deze uit op de transfer list. En de rest voeg ik allemaal toe aan mijn club of discard. Ik kom dan krijg ik alsnog een paar coins terug. Dit is het einde van de pack opening, dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet te antwoorden op de vragen die ik heb gesteld in deze video, als je dat wil natuurlijk. Je kan nogmaals link in de beschrijving kijken als je Xbox Live wil, PlayStation kaart of bijvoorbeeld Microsoft Points. Nogmaals, sorry voor mijn stem, het is gewoon helemaal naar de klote en heb ik morgen ook nog een examen. In ieder geval, als je de video leuk vond, vergeet natuurlijk niet te like, want helpt me enorm. Abonneer als je geabonneerd bent en dan weet je wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Ik kom ook altijd op de social media, de linkjes zullen in de beschrijving staan. En tot de volgende keer, en zoals ze Brabant zeggen, let op je stem.